Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video van Try Rian. Het wordt denk ik een redelijk korte. Ook changement weer van decor. Heel mooi. Ons vliegenramen van de slaapkamers staan in de badkamer. Maar wel super blij. Ik kan jullie heel makkelijk in mijn kastje zetten. Maar toch de spiegel zien. Oké, ik ga het even tonen, maar niet op de rommel. Dus ik zet jullie hier. En hier kan ik mezelf dan nog zien. Dus wat ik met jullie vandaag wil testen. Ik heb de nieuwe Batiste toegestuurd gekregen. En ik ben sowieso een Batiste fan. Ik gebruik vooral deze. De original gebruik ik vooral. Ik heb dat echt nodig, droog shampoo. Want mijn haar wordt heel snel vettig. En door de droog shampoo kan ik eigenlijk het uitstellen dat ik mijn haar veel meer moet wassen. Dat is de Golden Rose. De nummer 1 droog shampoo met een zachte roze geur. Met Batiste ziet je haar er elke dag stralend uit. Deze multi-award winnende droog shampoo is de perfecte snelle oplossing voor prachtig haar, zelfs tussen de wasbeurten door. Een paar snelle sprays veranderen je look in een handomdraai. Je haar ziet er schoon en fris uit met meer volume en textuur. Zonder het gebruik van water. Gebruiksaanwijzing. Goed schudden voor gebruik. Houd bis ongeveer 30 cm afstand van droog haar. Til je haar pluk voor pluk op en spray op de haarwortels. Nummer 2. Masseer de droog shampoo met je vingertoppen door je haar. En 3. Borstel je haar om eventuele resten te verwijderen. En stijl het zoals gewenst. We zullen wel zien. Ik ga een keer uittesten, want ik ging juist echt droog shampoo spuiten, omdat hier zo'n beetje vettig begint te worden. Dus goed schudden. My god. Je zou denken, zo'n roze geur. Ja, iedereen kent de typische roze geur, maar is veel zoeter dan gewoon de typische roze geur. Echt. Dat is een geur voor mij. Dus we gaan dat gewoon spuiten. Ik weet niet of dat een ander effect gaat geven dan mijn originele, maar we zullen zien. Ja, hij doet zijn werk zeer goed. En ik vind het een heel goede geur. Heb ik echt wel direct het gevoel dat de vettige plekjes of de opkomende vette plekjes eigenlijk wel direct weg zijn. Ik geef de nieuwe Batiste droog shampoo sowieso een thumbs up. Hij ruikt lekker, hij doet zijn job. En meer hebben we niet nodig. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Als dat zo is, geef het dan zeker een thumbs up. Abonneren, zeker doen. Zouden mij heel blij mee maken. En tot de volgende keer.